Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Na 2 jaar weer eens even terug op de locatie waar Krancafé Koekenbier stond. Dat is gesloopt en er zou wat nieuws komen. Nou, dat is te zien. Wat is dat? Is dat nieuw gras? Maar goed, er is dus nog niks nieuws gekomen. Nee, het hele buitenterrein is ook overwoekerd. En het terrein waar het stond. En hier kon je 2 jaar terug nog een soort van padje oplopen. Nou ja, dat is ook helemaal weg. Een van de paaltjes staat er nog. Maar goed, hier liep dus een padje. Nou ja, met een nadruk op liep. Want die is weg. Juist. Buiten dat hier dubbele hekken staan, liggen er op de achtergrond ook nog hekken. Waarom weet ik niet, want ja, zo doen ze niet veel natuurlijk. Maar ja, er staan hier al dubbel in ieder geval. Tenminste, alleen op dit stukje. Daar nog een hele kuil. Ik weet wel dat Koekenbier ook nog een kelder had. Misschien heb die daar gezeten. Ja, dan blijft er een kuil over natuurlijk. Ja, als je het niet dichtstort verder, dan blijft dat over. Verder een overwoekerd terrein. En daar staat nog een deeltje. Wat inmiddels ook deels is volgeschreven met graffiti. Ja, daar staan dubbele hekken. En hier weer gewoon enkel. Ik bedoel, als je nou dubbel neer wil zetten, doen we dan gewoon overal. Nee, dat doen ze dan alleen daar. En dan hier weer niet. Geen idee waarom. Ja, dat gedeeltelijk dubbele hekken, dat helpt niet echt. Nee, want ze hebben daar gewoon graffiti neer kunnen zetten. Ja, dat daar verderop dus graffiti staat. Daar heeft die situatie hier wel een aardige rol in. Ja, als je een beetje je best doet, ben je er hier zo onderdoor. Ja, als je niet echt goed over nagedacht, gebeurt wel meer. En dan hebben ze daar dus een graffiti neer kunnen zetten. Hier staat nog een deel van het vroegere hek. Maar ja, dat is niet voldoende meer. Dus dan hebben ze die ervoor gezet. Ja, zo kan het ook. Dan is het terrein ook een soort van afgesloten. De oude locatie van Koekenbier. Helemaal overwoekerd met gras. Weet je wat nou zo'n grappig detail is? Dat ik in 1983 in het ziekenhuis lag op de kinderafdeling. Was dat natuurlijk hierachter. En vanaf daar kon ik Koekenbier gewoon zien. Want dat middelste huis, dat is van daarna. Dat is na 1983 gebouwd. Op het moment dat ik daar lag, stond er niks. En toen kon ik hier dus Koekenbier zien. Ja. Het huis ziet er wel oud uit. Wel in een oude stijl gedaan natuurlijk. Ja, dat hoort hier zo. Maar het is van na die tijd. En daarachter daar was de kinderafdeling. Ja, apart detail eigenlijk. Toen zag ik dus ook al Koekenbier. Nou ja, en zoveel jaren later heb ik de slopen van gezien. En nou maak ik dus deze video van al het gras op de locatie. Ik ga hem nu weer afsluiten en ik ga niet meer zeggen. Tot de volgende.